Yes, we zijn alweer. We zijn alweer met een tweede halve finale in, vanuit Losers. We zijn de game net in aan het laden. Het is Tharic, die we vorige game hebben gezien, die met de Event Pally won tegen Arbalest. Ook eerder is gespectate. En we zien een Event Pally tegen een, in ieder geval ga ik vanuit, tegen een... De Zoolog zo te zien. En ook die hebben we al gezien, hè. What's this? Dat is een kaart die je een Zoolog runt. Had je call to arms maar voor Warlock. Ja. Zeker. Ik ga hier, ik denk dat je inderdaad meteen moet antwoorden met een twee drop. Wel ja, waarom niet deze? Ja. Ja, nou ja, waarom niet deze vanwege Mortal Coil? Dat weet hij waarschijnlijk ook, dus hij zou maar niet kunnen. Oké, okay, ja, dat is inderdaad een valide punt. En die gaat er ook sowieso uitkomen samen waarschijnlijk met de tand. Absoluut, ja. Ja, even kijken wat je eruit krijgt. Oké. Okay. Dat is een solide begin voor Owlast, ja. Ja, voor Tharic. Voor de... Nee, nevermind. Voor Owlast, sorry. Complete veel weggekijkt. Het is wel nou, het issue wat je zegt, je wilt zo snel mogelijk dealen met die Flame Imp. Hij nam het risico. En dit zal gelijk een enorme impact hebben op de game. Ja. Hij gaat zelfs face en ja... Ik kan het er eigenlijk alleen maar mee eens zijn. Je zult 3 mana, geen risico voor de consecration. En hopende dat je de 1-1 krijgt. Ja, alle andere resultaten zijn gewoon slecht. Ja. Yep. Maar de vraag is, ga je nu als Zoolog zijnde treden? Voor de 1-1 op zijn ja. Nee, het gaat er net om die Flame-Imps. Ja, precies. Dan eindig je alleen nog maar met 1 Voidwalk op het bord. Ja. En je kan hem niet permitteren om echt wat te laten staan. Zelfs die de 1-1 laten staan is al heel riskant. Ik zou het gewoon... Ja, nou geef je hem de gelegenheid om die Blessing of Kings te gooien. Eigenlijk zonder reden. Ja, en dan komt na het reactie zie je ook vanuit Tharic van, oeps, die had ik wel aan kunnen zien komen. Dat is Slug of the Draw. Ja, uiteraard. In ieder geval, hij wist sowieso wel dat hij Dark Creeper gespeeld ging worden en dan heeft hij een replacement ervoor gevonden. Je wil een minion op het bord houden. High risk, insane reward. Ja. Soulfire zou wel mooi zijn, maar nee hoor. Zou je vader nog zat dans om iets mee te kunnen doen? Ja, en hij zit op 15 AP nu. En de Kaliset komt eruit. Ja, dit is zo beantwoord. Had je niet liever de Dark Reaper into Veteran willen doen? Ja, van de andere kant, er zijn zoveel dingen wat je bedoelt, een wapen en Silverhand Recruit was er het antwoord geweest. Ja, precies. Er zijn zoveel antwoorden ervoor. Het is waarschijnlijk wel beter om gewoon iets groots op te lagen, dat je in ieder geval zeker weet dat iemand die 9-4 moet gaan treden. Nou ja, aan de andere kant, Paladin staat er ook wel bekend omdat ze spelbreker runnen, dat ze equality runnen en allemaal dingen die 9 damage niet zouden voorkomen. Maar gelukkig, voor Arbalest, zijn die antwoorden niet beschikbaar. Nee. Wat is hier nou een goede optie? Ja, je komt hier onderuit inderdaad. Precies, je wel gewoon de truck doorzetten. Toch wel, ik heb eigenlijk denk een beetje gemist sinds we opeens Argent Commanders waren gerund in de deck. Ik was wel een beetje van verbaasd was. Oké, je ziet die meuk weer in Constructed, je ziet Amani Berserker in Constructed. Ja, echt de oldschool kaarten. Precies. Maar dit laat me een beetje denken aan de
Ja, de 2-1 charge van Crusader, Argent Crusader volgens mij. Van Divine Shield. Precies. Zij, dat runde je ook in Agro Pally back in the day. Ja. Ze lijken in dit opzicht dat het gewoon simpelweg een goede archetype voor Paladin en ja, Agro Paladin is. Als je dit Agro Paladin wil noemen, maar in principe wel. Ja, Agro Tempo. Ja, eerder Tempo. Ja. Zelf champion is solid, geeft je nog genoeg mana om andere dingen te doen. Precies. Oes achterland. Niet dat die nuttig gaat zijn in de Zulok matchup. Niet de Dark Reaper. Ja, hij treedt een. Ja, makes sense. Anders kon je de Crusader makkelijk af. De ding heet ook Crusader of niet? Argent Commander. Ja, goede swing voor Warlock momenteel, al staat hij wel qua HP. Een stukje achter. Is dit niet al lethal trouwens? Dit is lethal, ja. Inderdaad, de Consecrate. Ik was meer aan het denken aan de Taram. Ja, allebei. Ja. Erg greedy blijft dat. Ja, toch? Was niet per se nodig geweest misschien. Het enige wat hij eigenlijk moest doen was uithouden tot op 13. Maar zelfs zonder de tap was het in dit geval niet geweest. Doomcast was misschien de out geweest, maar dat is... Had hij aan nog genoeg panel? Ja, had hij ook nog panel voor gehad. Oké, goed. Dus 1-0. En dat betekent waarschijnlijk dat we de Paladin nu nog eens gaan zien. Vermoedelijk, ja. Zolang het werkt, blijf je er gewoon oprijden. Wacht even, nee. De Warlock gaan we weer erom zien. Oh, je moet, je moet juist winnen met al je decks. Ja. Precies, ja, precies. Oké. Okay. In dat geval zou Arbalest nog altijd voor hetzelfde deck gaan. Dat gaan we zien. Nee, switchen allebei. Ik heb eigenlijk geen enkele Druid gezien vandaag. Ik kon zeker wel een Druid gezien. En dit is dan weer meteen zo'n game waar je eigenlijk nu al de uitkomst gewoonlijk kan gaan voorspellen aan de hand van die ene eerste kaart in de hand van de Rogue. Krijgt hij een bounce? Krijgt geen bounce. Maar wel een best goede kaart om te gaan questen voor. Absoluut. En op de long game zie je een Rogue het bijna niet verliezen eigenlijk. Dus tenzij het een of andere hele bijzondere tempo deck is van de priest, wat het eigenlijk wel uitziet, een beetje. Dus Arbalest is ook geswitcht van Warlock naar priest. Ja, dat zal bijna zeker spiteful zijn. Geen antwoord op de novice engineer die volgende beurt gebounced kan worden. Gaat hij die spelen en dan gaat hij de card draw spelen? Ja, je moet... Dat is een goede vraag, want wat heeft een priest wat hij op beurt daarom twee kan doen om daarmee te antwoorden? Dit is wel onmiskenbaar spijt voor jou. Oké, dus je kunt in ieder geval... Dat verbaast me eigenlijk een beetje, gezien die gewoon prima burg 2 opties had. Dit gaat wel een mimic pak worden. Wil je de elf een minstrel uit de mimic pot krijgen? Eigenlijk niet, net wat te clunky. Precies. Je wilt juist een, ja, kijk, liefst wil je een bounce eruit krijgen. Het liefst wil, okay, is een minion, hè? Deze wil je het liefst dan in dat geval eruit krijgen. Ja, op een shadow step of. Maar dat misschien... is het punt, hij draait minion, hij pakt minions. Ja, maar wel voor 4 mana. Dus het feit dat je er 2 van hebt is. Nee, true, maar. Oh, je wilt de mimic pod, ik dacht het deze uit de elven. Oh nee, uit de mimic pod wil je juist. Nee, precies, ja. Zeker weten, dat is wel echt de beste. Dus gewoon een extreme high roll. Je bent zo snel door je quest heen. Houd het erop. Hij gaat dus toch voor de... Ja, op dit punt kan je best wel gaan juggelen met de Glacial Charge op de 2 in de hand. Een Brewmaster in de hand. Ja, precies. Sterker nog, volgende beurt kan je diezelfde Glacial Charge ook weer gebruiken om te comboen met je Elven Minstrel. Ja. En dan ben je als... priest toch al bijna geneigd om hier die Duskbreaker te spelen. Je wilt wel prioriteit leggen met die
die Glacial Shards neer te halen. Ja, en als hij als nu de Duskbreaker gespeeld wordt, dan is het vrij riskant voor Taric om de Glacial Shard te spelen. Want? Als hij gekild wordt, heeft hij er geen meer. Ja, nee, ik zou hem sowieso nog niet spelen. Afwachten, maar ja... Hij heeft ook een hele trage... Hij had eventueel de Wax Elemental into... Nee, die kreeg hij net van de Novus Engineer. Ah. Oh, deze kreeg hij van de... Precies, ja. Wat is eigenlijk gebeurd met de Miracle Rogue? Is niet bijzonder genoeg geworden. Jammer. Heerlijk dak. Ja, ja. Oh, kom op. Zoveel van die... Die Alpha Mistress in je hand, verschrikkelijk. Je had ook nooit iets nuttigs uit trouwen te maken. Ja, als je een bounce krijgt, kon je in ieder geval nog voor de volgende beurt. En ondertussen blijft maar die skillbane doorhakken. Ja, dat is geen bal om vrolijk van te worden. Nee, zeker weet het niet. Zeker niet dat je nu ook geen AOE's hebt. Ja, op de 7-7. Een vanish. Oh man, letterlijk 4 man naar 7-7. Nou, 8-8 uiteindelijk. Vanish zou toch niet gek zijn hier? Hij probeert ervoor te graven, denk ik. Oh, oh my wow. God, hij krijgt hem. Dat moet goed voelen. Ja. Kunnen we dat zien in een reactie van. Kijk, de vanish, kijk de reactie, de campboven en dan kijk de vanish. En ik moet zelfs die Duskbreaker moet zien. Safe, zeker weten. Acceptance, duidelijk. Ja, dat, die topdeck was wel iets wat hem echt keihard saved. En ook een aardige edge geeft met nog een extra glacial shot. Ja, en de bounce in zijn hand. Het enige wat hij nu mist is de preparation. Ja. Gaat zelfs dit niet meer echt uitmaken. Dan van Gilneas. Ja, sowieso. Gardron. En dan ben je heel blij dat je die Duskbreaker hebt gekild voordat je vanished wordt. Ja, zeker weten. Zou je ook echt... Ja, och. Het was wel eigenlijk een misplay geweest als je hem niet had gemold. Ja, en ik kan me de verleiding maar goed voorstellen om te laten staan. En zelf een eigen minion terug in je hand te bouncen. Oké. Okay. De Ascendant wordt wederom gebufft, wat dus eigenlijk voor een hele gemakkelijke clear zorgt. Echter, hoe ga je hem clearen? Want je moet nog dan een 5-5 erin gaan gooien. Je hebt niet iets wat extra spell damage geeft voor de Fan and Knives. Nee. Je komt charges te gebruiken. Ja, nou ja, of je gooit simpelweg gewoon een 5-5 erin. Met de Fan of Knives kun je de 6-6 afmaken. Zelfs de 8 face damage misschien wel nemen. Wat heeft de priest voor burst? Helemaal niks eigenlijk. Niet in dit deck. Hij gaat niet voor de misschien oké. Okay. Dat kan ik me ook al voorstellen. Natuurlijk, man, de Wax Elemental. Je weet dat deze priest waarschijnlijk geen Psychic Scream gaat runnen. Of andere AOE. En iemand heeft dus Mind Control en Escape from Amber. Die dealen hier gewoon niet mee. Escape from Amber, help me out. 8 mana, Discover a Minion, dat kost 1 of more. Ja, nu is het een kwestie van rustig aan de gevaarlijke minions weghalen. Het staat momenteel 1-0 voor Taric, toch? Ja, want ja. Boven was er net was Warlock die had verloren. Ja. Vergeet met de zoo. Maar nu komt hij.
King of RNG. Hij krijgt een 8-8 of een 12-12. Dat is dan vaak. Of de 7-14. En je krijgt weer de Hyrule. We zien hem alleen maar. Echter, wil je niet iets van een talent hebben? Nou, van de andere kant, het is alsnog echt niet slecht hoor. Ik vind dat Blizzard een 10 mana 0-1 kaart moet ontwerpen puur om Spiteful te maken. Inderdaad. Een kaart die ineens. Ja, maar niemand heeft een reden om te spelen, maar hij is wel in-game. En dit is. Evolve keihard aan nerven. Ja, wat was hier precies het plan? Hoopt hij nog in de tweede? Ja, daar heeft hij hem al. En dat is game. Oké, dat is een aantal game. Ja. Oké, en dat is dus Tharic die doorgaat naar de Loser Finals. Ja. Dus we misschien meteen door kunnen gaan met de stream. Ik weet niet wat voor een opzettijd we voor de camera hebben. Kunnen we in één keer doorgaan. De downtime op de stream zal momenteel niet meer zo lang duren, gezien we toch de matches vrij obvious zijn waar nog gespeeld moeten gaan worden. Dus we hebben dus nog de Loser Finals tussen Tharic en die gast die van MCM had gewonnen, dat was Tharic. Dus hij speelt tegen zichzelf. Waarschijnlijk wel, ja. Congratulations, you just played yourself. Dat is Questbrook. Ja, inderdaad. Ja goed, laten we even kijken wie... Nou, moet spelen, zet de webcams even goed voor de spelers. Leuk trouwens, die cam, dat we ze ook daar kunnen zien. Dan gaan we naar de cam. En dan verwacht dat we zo terug zijn. Check eventjes, hebben we een website, GamePro.nl? Zoek in ieder geval overop, we hebben Facebook events. Ook voor de volgende keer als je erbij wilt zijn. Gratis entree, gezellige sfeer. Hoop dat je een beetje in de buurt wil, anders kom je wat OV-kosten aan te betalen. En, dat is allemaal waar toch? Precies. Het is gezellig zat en ja, ik weet niet. Je krijgt Namzi, als je hem nog niet hebt. Wallet Portrait. Ik heb hem nog niet. Ja, dat moet even uitzoeken dat technical difficulties. Hoe dan ook, tot zo. En ja, that's it.